Ik had gewoon het gevoel dat ik flauw ging vallen. En mijn oog zat er op dat moment zo uit. De beste manier om het weg te halen toch was het te verdoven en het af te knippen. Hoi, ik ben Bo en superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag heb ik voor jullie weer een nieuwe storytime, omdat dit heel erg veel is aangevraagd. En ik heb afgelopen week een oogoperatie gehad. En hier waren best veel vragen over, dus ik dacht laat ik het gewoon in een storytime doen. Vinden jullie leuk om te kijken en heb ik het direct duidelijk uitgelegd. Vind je de video dan leuk, doe dan zeker weten even een duimpje omhoog. Vergeet je onder ook niet te abonneren. En let's get started! 28 december heb ik een oogoperatie gehad. En nu moet ik wel eerlijk zeggen, het was niet de grootste operatie ooit. Maar het was wel iets wat heel erg belangrijk was en het moest toch wel gebeuren. Ik zeg wel de hele tijd dat ik een oogoperatie heb gehad. En het heeft ook wel wat te maken met mijn oog. Maar het is niet iets wat in mijn oog zat. Maar het zat hieronder, dus bij dit lijntje zeg maar. En dan echt waar je onderwimper zit, daar zat het. Ik had denk ik echt al meer dan 2 jaar lang een heel erg klein wit bultje onder mijn oog. En eigenlijk zag je dit bultje helemaal niet als je gewoon van ver af keek of het niet wist. Maar het bultje irriteerde wel heel erg. Ik dacht dus al die 2 jaar dat ik een soort gerstenkorreltje onder mijn ogen had. En iedereen die ik erover vroeg, die zei ik altijd, ja dat is gewoon een gerstenkorreltje, maakt niet uit. Voor de mensen die trouwens niet weten hoe dat eruit ziet, het is een soort wit bultje. En ik zou even een plaatje opzoeken en als het plaatje een beetje normaal is, zou ik hem hier neerzetten. In die 2 jaar dat ik dat bultje onder mijn ogen had, begon het best wel vaak te irriteren. Want ik heb vroeger, toen ik best wel jong was, heel erg vaak een ontstoken oog gehad. En het was dan soms gewoon dat ik uit het niets wakker werd en zo'n dik oog had. En dat kon ook met mijn rechteroog zijn, met mijn linkeroog. Het was niet iets wat echt speciaal bij een bepaald oog was. Maar goed, toen ik klein was heb ik dus heel veel last gehad van ontstoken ogen. Maar op de een of andere manier was dat ineens weg. Totdat ik 2 jaar geleden dus dat witte bultje onder mijn ogen kreeg. En wat er dan soms gebeurde was, ik ging slapen en dan voelde ik gewoon al de pijn aan mijn linkeroog. Omdat het dan, het ging dan al een beetje opzwellen. Als ik dan hier zo op duwde, dan deed het echt pijn. En dan had ik alweer zoiets van, oké, morgen is het weer zo'n dag, wordt helemaal leuk. Want wat er dan gebeurde als ik 's ochtends wakker werd, ik had serieus, met dit oog was niks aan de hand. En dit oog was helemaal dik en gewoon bijna helemaal dicht en ik kon hem niet open doen. En dan 's ochtends altijd voordat ik naar school ging, dan ging ik altijd snel met een watje met gekookt water of met kamillethee, ging dat altijd amont vetten, zodat het dan wat afzakte, maar nog steeds was het altijd super dik. Dit is ook een van de redenen geweest waarom ik echt 2 jaar lang zo min mogelijk make-up heb gedragen. Dus als ik ergens heen ging, droeg ik wel make-up. Als ik video's opnam wel, maar door de week als ik naar school ging, droeg ik nooit make-up. En voor de mensen die me volgen op TikTok, die hebben dat sowieso wel gezien, want ik heb zoveel video's op TikTok geplaatst zonder make-up. En het is niet zo dat zonder make-up mijn wereld vergaat of dat ik dan ineens een andere persoon ben of dat het me überhaupt boeit. Want doordat ik 2 jaar lang echt nooit make-up naar school heb gedragen, heb ik er zeg maar echt een soort van, ja, schijt wil ik niet zeggen, maar het boeide me gewoon niet meer zoveel of ik make-up op had naar school of niet, want iedereen was het toch al gewend. Om even weer terug te komen op het verhaal, ik had dus een wit bultje onder mijn oog die me best wel irriteerde. Ondanks dat ik het zelf gewoon echt niet mooi vond, vond ik het ook gewoon heel erg vervelend om 's ochtends ineens wakker te worden met een ontstoken oog. Want ik heb het ook vaak genoeg op dagen gehad dat ik dacht van, nee, niet vandaag, weet je wel. Dat je van plan was om foto's te gaan maken of iets anders en dat ik dan ineens een ontstoken oog had. Behalve dat het beeldje heel erg irriteerde, vond ik het zelf ook niet mooi. En ondanks dat je het bijna niet zag, zag ik het op de een of andere manier wel altijd. En dat komt natuurlijk omdat je het zelf weet. Maar het was ook zo dat ik op foto's, je hebt natuurlijk al mascara op je onderwimpers. Dus dan viel het al wat weg en ik had er al wat concealer overheen. Dus dan viel het allemaal wel mee. Behalve dat ik soms uit het niets een ontstoken oog kreeg, was het ook zo dat dat bultje soms ineens helemaal rood kon worden. En dan was het zeg maar, het was een bultje en dan werd het daar omheen helemaal rood. Dus net alsof het een soort tekenbeet was. En voor de mensen die niet weten hoe dat eruit ziet, is gewoon dat je dan helemaal zo'n rood rondje op je huid kreeg. Zo zag het er dus uit. Dus dan uit het niets, dan vreef voelde het in mijn ogen omdat het kriebelde. En dan voelde ik hier weer iets pijnlijks. En dan ging ik kijken in de spiegel en dan had ik weer een heel rood rondje eromheen. En dat duurde dan een dag of zo en dan was het weer weg. En dan ineens kwam het weer en dan ging het weer weg. Het was echt, het was gewoon irritant. Op een gegeven moment was ik ergens in december bezig met het doen van mijn make-up. En ik was helemaal klaar, ik had mijn haar goed gedaan, alles was goed. Want ik was van plan Insta-foto's te maken. En ineens begint dat bultje weer op te zwellen. En het ging gewoon dwars door mijn make-up heen. Want het wordt echt super rood. En het was gewoon zo lelijk. En mijn oog werd langzaam weer dik. En ik werd er gewoon echt best wel gewoon chagrijnig van. En dat klinkt misschien heel raar dat sommige mensen zeggen van, hoe kan je daar chagrijnig voor worden? Maar het is gewoon zo storend als er telkens iets is waar je zelf, je hebt het niet in handen. Ik kan
er niks aan doen in principe. Dat zoiets dan ineens gebeurt en ik kan er dus niks aan doen. En het is maar zo en daar moet ik dan maar mee dealen. Maar ik heb op zoveel momenten gehad dat ik echt dacht van, ik wil dit niet. Ik vind het zo vervelend. Toen zei mijn vader tegen mij van, nou dan bel je toch gewoon de huisarts. Misschien kunnen ze het wel weghalen, want gistercool kan je in principe altijd wel weghalen. Maar in die 2 jaar hadden wij zelf ook wel een beetje doorgehad van, nou, dat is vast geen gisterkorrel meer. Of gestekorrel is het volgens mij niet gisterkorrel, dat zeg ik de hele tijd. Sorry. In die 2 jaar hebben wij dus ook best wel doorgehad dat het denk ik geen gestekorrel was. Maar goed, ik belde dus de huisarts en legde aan die assistenten uit van, ik heb een wit bultje omhoog. Het zwelt op, dit dat. Toen kwam ik dus bij de huisarts en dit was denk ik ergens halverwege december. Ik weet niet meer de datum, maar ik kwam daar in ieder geval. En die mevrouw ging naar het bultje kijken. Toen zag ze dus dat het bultje best wel heel erg klein was. En dat had ze natuurlijk niet verwacht, omdat ik belde en zei dat het een gestekorreltje was. En gestekorreltjes zijn meestal wel iets groter en dat kan ze ook zo weghalen. Toen vroeg ze allemaal dingen aan mij, van of ik er onder andere last van had, of het opzwelde, dit dat. Dus ik vertelde gewoon alles waar ik last van had, dat het opzwol, dat ik een rode rand eromheen kreeg en dat soort dingen. Toen eerst vertelde ze mij dat ze het niet weg kon halen, omdat je kan dat soort dingen wel wegbranden. Maar het ding daarmee is dat dit gewoon te dicht bij mijn oog zat, want het zat echt hier onder die rand. Dus dat zou super gevaarlijk zijn en dan zou ik ook allemaal wimpers kwijt zijn. Toen waren er nog wat andere opties, maar dat was ook niet echt handig, omdat het natuurlijk heel erg dicht bij mijn oog zat. Ze ging toen even overleggen en toen kwam ze tot de conclusie dat de beste manier om het weg te halen toch was het te verdoven en het af te knippen. Ik zat daar en ik vond het idee serieus zo gek dat ze een bultje van mijn gezicht ging afknippen. Ik ging er natuurlijk mee akkoord omdat ik het bultje gewoon weg wil hebben, want ik irriteerde me eraan dat het telkens opzwelde. Dat ik een rode rand omheen kreeg en ik vond het zelf gewoon niet zo mooi. Terwijl die derde reden niet echt meetelde, maar ja, als het weg kon, dan kon het weg. Toen maakte ik een afspraak voor 28 december om 2 uur 's middags. Ik heb die dag gelogeerd bij een vriendin en ik dacht, nou, dat doen we wel even joh, dat is zo klaar. Is zo weggehaald, heb ik geen last van, kan die middag gewoon verder nog van alles doen. Toen lag ik daar en ik heb nog nooit echt een verdoving gehad. Of in ieder geval wel op jongere leeftijd. Omdat ik ook een gat in mijn hoofd had gekregen en nog wat andere dingen. Maar ik kon me dat niet echt meer herinneren, zeg maar. En zij ging dus een verdoving in mijn gezicht toen hier. En dit zwelde direct helemaal op. En ik vond het zo eng, want ik vind naalden sowieso heel erg eng. Ik bedoel, als je mij ziet zitten bij een griepspuit, dan denk je ook van wat gebeurt daar? Ik vind dat zo eng. Dus zij kwam met die naald en ze ging dus die verdoving erin doen. En op een gegeven moment, het deed echt vet veel pijn. Ik dacht, oké, de verdoving zit erin. Maar toen zei ze, nou, nu komt die. En toen dacht ik van, maar wat deed je dan net zoveel pijn? Maar dat was blijkbaar gewoon een naald die in mijn huid ging. Heel erg fijn al deze details. Maar goed, ze deden dus de verdoving erin. Toen ging ze met verschillende pincets proberen het bultje te pakken en dan met de schaar het weg te knippen. Maar het was zo'n klein bultje dat het eigenlijk heel erg moeilijk was om weg te halen. Ze is toen een hele tijd bezig geweest en ze heeft denk ik echt 8 verschillende pincets gebruikt en allemaal verschillende schaartjes. Maar uiteindelijk was het gelukt. Nu was het wel zo dat het natuurlijk een bultje was. En dat bultje dat heeft zeg maar huid bij elkaar getrokken. Dus ze knipte dat af en mijn huid ging uit elkaar. Omdat ze natuurlijk in de basis had geknipt, of zo noemde zij dat. Ze zei toen tegen mij, ik heb het bultje eraf en alles is weg. Maar ik geef mijn assistent te halen, zodat zij me kan helpen met het lijmen van het plekje. Dus ik dacht echt van, Dus ik ging voelen terwijl ze weg was en mijn hele vinger zat onder bloed. Maar mijn telefoon lag in mijn jaszak, maar ik wou kijken hoe het eruit zag. Dus ik lag daar en ik ging serieus in het glas van mijn horloge zo kijken van, kan ik wat zien? Maar ik zag natuurlijk helemaal niks. Toen ging ze het plekje lijmen en dat was best wel een beetje eng. Omdat ze echt met hele sterke lijm, voor mijn gevoel was echt een soort seconde lijm, ging ze bij mijn oog. En ik was echt bang dat mijn oog dicht zou plakken of weet ik veel wat er zou gebeuren. Ze waren het stukje huid dus aan het plakken en dat klinkt echt super gek. Maar op een gegeven moment kwam er dus een druppel lijm in mijn oog. En je kan je wel voorstellen wat er dan gebeurt, want dat gaat prikkelen en ik begon te tranen. En toen liep die hele lijm weer uit. En ze waren echt best wel heel erg lang mee bezig geweest om dat plekje een beetje te kunnen lijmen. Dus toen kon het weer opnieuw. Toen ging ze het weer opnieuw lijmen en het ging het eigenlijk wel goed. Behalve dat de assistente haar vinger iets te lang op mijn boven ooglid had gehouden, waar dus mijn wimpers zitten. En een paar van mijn wimpers meetrok, want ik zag het letterlijk zitten op haar handschoen en ik voelde het ook. Het was toen uiteindelijk geplakt en ik mocht gaan. Ze raadden me wel aan om eventueel nog hechtpleisters op te plakken, zodat het nog beter zou helen. Maar dat hoefde op zich niet. Alleen ze zei van, ja, je moet gewoon even kijken hoe het gaat, dit, dat. Toen, onderweg van de huisarts, was ik dus met een vriendin. En gelukkig dat ik met een vriendin was en ik bij haar achter op de fiets zat. Want
Ik kon zelf helemaal niet meer fietsen. Ik kon helemaal niks meer. Mijn hele oog was verlamd. En ik voelde me heel erg raar door die verdoving. En mijn oog zat er op dat moment zo uit. En je kan je wel voorstellen dat het er echt heel gek uitziet. En je ziet ook dat hele lijmrandje zitten. Maar mijn gezicht zag er zo uit. En dat was ook heel gezellig, want ik had een heel traanoog. Dus ik had helemaal een held gezicht. Alleen het gekke was, alleen mijn linkeroog traande. Dus mijn rechteroog was niks meer aan de hand. Dus dit was helemaal nog wel redelijk. En dit was helemaal geruïneerd gewoon. Toen gingen we naar het winkelcentrum, omdat ik, ja, ik had wel heel erg veel pijn. Maar ik had gewoon zoiets van, wauw, boeien, dat gaat over een kwartiertje al weg. Toen liepen we in dat winkelcentrum. En de ouders van mijn vriendin, die hebben daar een cafetaria. Dus wij waren er even binnen. En toen gingen wij surans halen bij de winkel die daar tegenover zat. En ik loop de deur uit. En op het moment dat ik de deur uitloop, word ik zo duizelig. En ik heb vroeger heel vaak gehad dat ik flauw viel. Dus ik weet soort van hoe dat voelt. En ik werd zo licht omhoog. Mijn hele hoofd werd wit. Dus ik ren zo snel als ik kan terug naar die bar. In die snackbar. En ik ga zitten. Want ik had gewoon het gevoel dat ik flauw ging vallen. Een vriendin van mij was gewoon naar de winkel gegaan. Ik heb ondertussen wat cola of zo gedronken. Omdat ik suiker binnen moest krijgen. Omdat ik dus echt heel erg duizelig was. En mijn bloeddruk ook heel erg laag was. Maar het kwam ook door de verdoving. Toen nadat ik daar een beetje bijgekomen was. En de witheid ook wel redelijk weggetrokken was. Ben ik terug naar huis gefietst met haar. En heb ik eigenlijk de hele middag op de bank gelegen. Ik heb er toen heel erg veel last van gehad. En ik kon eigenlijk bijna niks. En ik voelde me heel erg suf. Ik was gewoon de hele tijd heel erg moe. En het was gewoon heel erg raar. Maar ondanks dat was ik toch heel erg blij dat het bultje weg was. Een paar dagen later zat alleen de lijm nog steeds op mijn oog. En ik vond het best wel vervelend. Omdat mijn hele onderwimpers zaten ook daarin. Maar dat plekje dus ook. Dus ik durfde het er ook niet af te halen. Want het was hele sterke lijm. Dus zou ik echt alles meetrekken. En dat zou echt niet goed zijn. Dus ik had zoiets van, nou, dat week wel los. Vanochtend hebben we de lijm geprobeerd af te halen in hele kleine stukjes. Telkens weken met water, al hielp dat niet echt. Maar we hebben dus alles eraf gekregen. Mijn oog ziet er nu zo uit. Ik ga het jullie even laten zien door een close-up beeld. Nou, mijn oog ziet er dus nu zo uit. En je ziet hier nog dat hele stukje huid. Maar het gekste is dus nog, hier heb ik gewoon bijna geen onderwimpers meer. Omdat hier die hele lijm heeft gezeten. Hier is het nog redelijk goed gegaan. Maar ik heb hier dus gewoon bijna geen onderwimpers meer, omdat die mee zijn getrokken. En hier zit dat hele plekje. En ik ben helaas bang dat dit wel een litteken gaat worden. Maar goed, het moet gewoon helen. We gaan het zien. Dat was dus de hele situatie van mijn oog. En ik hoop dat het plekje nog wat meer gaat helen. Omdat het best wel zonde zou zijn als ik hier natuurlijk een litteken krijg. De onderwimpertjes groeien wel weer terug. Alleen gaat het wel lang duren. Maar goed, dat maakt niet uit zolang het plekje maar weg is. Ik hoop dat ik het jullie een beetje goed heb uitgelegd. En dat er nu wat minder vragen zijn. En er voor jullie wat meer duidelijkheid is. Als disclaimer wil ik nog wel voor zeggen dat er natuurlijk veel ergere operaties zijn in de wereld. Veel heftigere behandelingen. Maar omdat ik er zoveel vragen over kreeg, besloot ik er toch om een video erover te maken. Dus vandaar. Dan heb ik nog even een korte onderbreking voor jullie. Heb je mij nog niet genomineerd voor de Feed Award? Dan zou ik het super lief vinden als je mij nog zou willen nomineren voor de Feed Award via feed.nl. Ik zou graag genomineerd willen worden in de categorie beste nieuwkomer met de naam Beautiful. Ik leg alles even in de beschrijving uit, dus check dat even. Ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Vond je de video nou leuk? Doe dan zeker weten even een duimpje omhoog. Vergeet hieronder ook niet te abonneren. En tot de volgende keer. Doei doei!